daar is wel de afspraak dat wij... Ja. Fruithof, de klas en de leeftijd van het kind eigenlijk. 6 jaar. Zoiets, hè? Of, ja, FH-streep. Ja. 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 Ja, dan heb ik eens een lieve doorgestuurd, hè? In de toekomst zal het dan ook zo zijn als je, dat je een beetje kunt gaan snoepen en stelen bij de andere scholen. Als je zegt van we werken rond het thema ridders en ik heb een flauw idee over wat we moeten doen. En het wordt ridders intact in de 6-jarige. Dat je daar dus weekagenda's of lesfiches van de andere kinderen. Dat is nu nog niet. Dat is de reden achter waarom moet je daar je leeftijd bij zetten. Ja. Ah, want dat hebben we niet afgesproken eigenlijk. In klas eigenlijk. Ja, hier is nu de naam van de, van de school en dan het leerjaar eigenlijk. Ah, ja. L2, niet L2B. Dus moeten we eigenlijk leeftijd ja, ik denk dat wel. Ik denk dat we dat best moeten doen. Als we op termijn ook willen gaan gebruik maken van info van anderen, dus, dan gaan we die leeftijd er moeten bijzetten. Dus je klas en dan eigenlijk onder leeftijd. Nee. Want je zit met kindjes die jaar te oud zijn, kindjes die jaar zijn geslagen. Ja, maar als je... Maar uw leerdoelen zijn ook op leeftijd geschreven, hè? Ja, niet op leerjaar, hè? Dus FH-streep. Ja, het staat als we zoiets willen dat die gaan. Ah ja. Dus dit is een kringgesprek. Dit is een lesactiviteit aan koppelen. Je kan ook een weerkerende activiteit doen. Bijvoorbeeld, ik ga een onthaal doen. Ik doe dat momenteel. Ik kan je niet kiezen hoeveel keer je het aanbiedt in een week. Want ik bijvoorbeeld zou zeggen, ik doe elke maandag mijn onthaal met dezelfde doelen in de loop van de eerste maanden. En ik doe elke vrijdag namiddag een afsluiter met dezelfde doelen daaraan gekoppeld. Maar dat kan nog niet. Op het moment dat je zegt, van, ik ga een weerkerende activiteit doen, dan is het 5 keer op een week. Op een week. Dus elke dag. Bijvoorbeeld mijn onthaal, ik start elke morgen met 5 minuten lezen. Bijvoorbeeld, of 10 minuten lezen uit een boek dat ze zelf kiezen. Zegt van, de komende 3 weken is dat elke keer hetzelfde, elke ochtend hetzelfde. Dus dezelfde doelen, dezelfde aanpak. Dan kan je kiezen voor een weerkerende activiteit. En dan schuif je dat daar ook mee in bij een weerkerende activiteit. En dan moet je dat niet elke week, elke dag daar terug in schuiven. Ik ga het zo biet laten zien. Dus we hebben nu eerst een lesactiviteit van groepen. Je kunt wel kiezen om het meer dan 1 week na elkaar te doen, hè? Maar als je een week selecteert, zijn het de 5 dagen van de week die daar worden aangeduid. Ja. Een kort verloop kan je hierin intypen. Als je wilt. Als je dan hier wilt, zegt van ik doe dat 25 jaar al op dezelfde manier, ik zal dat wel blijven doen, dan kan je dat zo doen. Ik wil toch in stappen, zeker voor mezelf. Materialen kan je daar ook in typen, zodat je zeker weet wat je nodig hebt en hoe je het moet aanpakken. Evaluatievorm, hoe ga je dat evalueren? Ga je het observeren? Ga je een blaadje van geven? Ga je moet je het tonen enzovoort? Werkvorm, dus is het een groepswerk, contractwerk, is het een individueel werk, klassikaal enzovoort. Hier heb je die 4 doelen. Vind je ze niet goed, kan je ze ook gaan verwijderen. En je kan hier nog extra doelen gaan koppelen. Bijvoorbeeld als je daar weer met een leeftijds met een differentiatie zet van naar boven naar beneden toe. Dan kan je ook bijvoorbeeld. Mag ik even laten zien? Daar staat ook L1 6 jaar, L2 7 jaar. Dus het is niet verkeerd om uw klas. Maar dan zou ik de leeftijd er nog achter zetten, want dat kan het ons makkelijker maken. Ook om op termijn om uit andere scholen dingen terug te vinden. Ja. Ja, als je dan met een leerling zit die je eigenlijk wat uitdaging nodig hebt, dan moet jij misschien niet L5 zoeken, maar dan moet je aan de leeftijd iets hoger zoeken. En dat is een beetje een afspraak dat je op al die verschillende manieren kunt doen. Ik heb dat ooit een keer gezegd, maar ik weet zelf niet hoe dat... Ja, ik heb dat onlangs nog maar doorgestuurd naar jullie, de afspraken die er gemaakt waren. Alleen weet ik niet, stond die leeftijd erbij of niet? Natuurlijk, nee, niet van buiten zeggen. Maar dat is wel een belangrijke dat we die, dat we die erbij zetten. Achter het jaar ook weer zo'n streepje en dan... Zoals daar staat, hè? Een J gewoon. Dat je zeker weet, als je afspreekt met je parallelleerkracht, dat je zegt van, ik wil die activiteit ook doen, maar ik doe die vandaag niet, maar ik doe die misschien volgende week, want ik heb tijd tekort. Dan kan je die toch gaan gebruiken, gaan zoeken. Ik denk dat we daar moeten afspreken, dat je het leerjaar, maar ook niet klas A of klas B, dat is eigenlijk in C niet zo belangrijk. Gewoon het leerjaar, een streepje en dan de leeftijd met een J'tje erachter.
Voilà, dan kan je bijvoorbeeld ook nog niet alleen van WO, maar van spreken er ook nog bij zetten. Bijvoorbeeld, het probleem is nu, de aanzetdoelen komen eerst in plaats van de systematische. De leerlingen kunnen betekenis van een verbouwen. Voilà, selecteer de informatie op. Bijvoorbeeld, het is verschillende informatie krijgen, dat ze daar daarna iets mee moeten doen. Je kan ook op prefix gaan zoeken, dus als je je doelenboek erbij neemt, kan je er ook in typen. Hier, associaties. Voilà. Heb ik het? Ja, dus je selecteert de informatie ordenen en bij een onderwerp ideeën verzamelen op basis van associaties. Je kunt ook zoeken met de prefix. Ja, met de prefix. Ja. Dat is er net makkelijk gebleken. Ja. Ik vind het wel even dat je als je nog materiaal nodig hebt, voor een cd-speler die ergens is verzameld in een lokaal, of een fototoestel, of ik weet niet wat, en dat is er met een materialenbank van gemaakt, kan je daar gaan zoeken. Hier staat er bijvoorbeeld in. Leer het lekker zelf, winter, volgens mij is dat een boek. Ja, dan kan je dat gaan kiezen en daarmee inzetten dat je dat nodig hebt. Voilà, en dan hebben we een lijst gemaakt met die vier doelen. Het nadeel is dat je ze ook moet uitvinken als je klaar bent met die lijst te maken. Ah, ja. Als je dat niet doet, wat gebeurt er dan? Dan krijg je, als je dan nog een lijst maakt, bijvoorbeeld als je 20 doelen had geselecteerd voor deze week te doen, dan krijg je die vier doelen ook nog mee in de volgende lijst. Dus je moet ze terug uitzetten. Dus als ik nu, ik heb die doelen even weg uitgevinkt, dan zie je dat die les verdwenen is. Hè? Dus dat is dezelfde manier als dat juist dat ik zei, we gaan zoeken achter waar dat die doelen in zitten. Voilà, dan vind je die les direct. Dan ga je die kunnen slepen naar Nederland. Voilà, ik zet die daarin. Als je zegt, ik ga hoekenwerk doen, dan kan je daar zoveel fiches insteken als dat je zelf, als dat je hoeken hebt. Ja. Voilà. Hoe kan je nog lessen maken? Is niet vertrekken vanuit deze manier, maar vanuit beschikbare activiteiten. Dezelfde manier. Je ziet hier alle lessen die er al zijn. Je gaat er dan één toevoegen voor jezelf. Weer die naam. Bijvoorbeeld 6 jaar. Onthaal. Of zo. Dan ga je zeggen dat het een weerkerende activiteit verloop. Gebeurt dat op dezelfde manier. We zingen een liedje. Liedje zingen. De week. De dag overlopen. Enzovoort. Hè. Dus, misschien dat is ook een heel gemakkelijke voor als je een weerkerende activiteit hebt. Voor als je een interim moest hebben of zo. En je stelt je tijd wat erin. Korte woorden van wat er elke morgen gedaan wordt. Ja, dat is ook gemakkelijk voor hen of stagiairs. Maar dan moeten die eigenlijk ook toegang hebben tot het hele systeem. Ja. Want elke stagiair dat komt, moet dan. Stagiair eigen... niet, hè? Stagiair niet. Interims. Oké. Evaluatievorm, ja, dat is gewoon spreken. Werkvorm, dat is een kringgesprek. Collega's, ik zie dat wij nog 5 minuten hebben. Als er echt prangende dingen zijn waar jullie van zeggen, van, dat moet ik zeker vandaag weten. Dan is het denk ik nu het moment om die, sorry dat ik onderbreek, ja. Maar het is maar voor uw timing ook te kunnen blijven. Ja. En vroeger was dat ook wel af, maar wij zo eerst parallelleerkrachten en wij nu zo de gewoonte, we maken om de week een agenda. En dan, ja, pas dan gewoon aan, bij lichamelijke opvoeding en zo, dan wisselen. Kunnen dat daar ook? En bijvoorbeeld als ik, als het mijn week is, ik maak die aan. En een collega van 1B, dat dan gewoon helemaal kopiëren. Of moet je ook per vakje alles mee aansleken? Op het moment kan je nog niet kopiëren. Dus maar komt dat eraan? Want anders heeft dat eigenlijk... Ja, bedoel, dan heb je gewoon dubbel werk, hè? Terwijl het eigenlijk gewoon hetzelfde is. Ja. Kun je niet ja, zeggen... Maar, ja, het probleem is dat je zit met die LO-uren enzovoort. En dat is niet altijd hetzelfde, hè? Maar dat kun je dan wel aanpassen. Het gaat er aankomen, maar nog niet nu. Ja. Momenteel kun je wel je lesfiches verdelen.
en afspreken wie dan welke lesfiches doet. En dan is het gewoon aan u om die in uw les te slepen. Ja, dus het is wel even. Ja. Ja. Voilà. Dus uw agenda, ja, uw week. Plan, uw basislessenrooster, dat is citralien. Dus daar moet je normaal niet. Nee, maar ja, dat is ook niet het grote werk. Het is juist de rest. Heel ja. Leuk is dat je dat week om week. Ja, dan mag je er toch wel. Allee, we zijn er gewoon een paar uur mee bezig. Maar uw parallelleerkracht heeft toegang tot uw lesrooster, dus die kan dat wel doen, hè, want die is gekoppeld aan uw klas. Ja, maar dan moet je het ook nog dubbel doen. Dat is allee, waar, maar die weet dan wel dus precies. Tijd zit er niks, ja, maar het gaat over de tijd. Ja, ja, dat snap ik. Ja. Wat je wel kunt doen, is die samen maken als je. Ja. Als je overlegt, maar dan moet je lessen maken eerst. Ja, voilà. Ja. Dus hij staat hier mee tussen. We gaan terug naar de weekplanning. Dus dan gaan we hier kunnen gaan zoeken. 6 jaar, onthaal in de kring. En dat was een weerkerende activiteit. En in plaats van hier tussen in te gaan slepen, 5 keer, ga je... Allee, wat is het nu? Mee hierin slepen. Dat je daar niet aan mee. Oh.